Ik ben op het kanaal en ik heb net ongeveer 200 meter afgevist met een chartreuse shad. 10 grammetje. Dat viel me niet mee. Ik heb helemaal niks gezien, geen teken van leven. En de omstandigheden zijn niet geweldig. Ik loop tegen de wind in, noordwest, hartstikke koud, kracht 4. Dus ik ben wel even klaar. Ik ga terug. En dat doe ik met een bruine shad nu. Een zwartbruin zelfs. Nou, ik hoop dat ik met windje mee nog een aanbeet krijg. Maar ja, kijk zelf maar joh. Het water is hartstikke bruin. Hoe moet ik ermee? De terugweg is helemaal niks geworden. Het is nog geen regen ook. Dus dit wordt een hele korte sessie. Tot de volgende keer. Ik ben terug op het kanaal van 14 dagen geleden. Het is nog steeds even bruin. Nou, geen wonder, want het is geen dag droog geweest sindsdien. Nou, de actioncam heb ik maar niet meegenomen, want dat wordt niks met dit weer. Ik ben al blij als het 2 uurtjes droog blijft. Alhoewel, het begint weer te regenen. Nou, we zien wel. De eerste 50 worpen zitten erop. Met een zwartbruine shad in het Chocomelkanaal. Ik ga terug naar de auto met een ander kleurtje. Chartreuse. De terugweg is een drama geworden. Zonder een teken van leven. Ik ben terug bij de auto. En de terugweg was net zo dramatisch slecht als de heenweg. Geen teken van leven gezien. Het is ook nog eens een keer steeds harder gaan stromen. En de wind is compleet gedraaid. Van palwest naar het oosten. Nou, dat is geen goed nieuws. Het weerbericht geeft ook aan dat de komende week heel slecht wordt. Met noordoostenwind, hele lage temperaturen. Nachtvorst in ieder geval en waarschijnlijk ook overdag. Dus ik ben voorlopig even uitgevist. Het is jammer, want dit is de tweede sof op een rij. Binnen 2 weken. Maar ja goed, ook dat is vissen hè. Tot de volgende keer. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ga het nog even proberen vanmiddag om 1 uur of 2. Voordat het weer helemaal instort en het gaat vriezen. Ik ben helemaal klaar met het bruine water in de polder. Voordat de vorst invalt, probeer ik het nog 1 keer op een kontuurwatertje. Ik begin hier. Hier ben ik gauw klaar. De kant is 1 grote bende na het maaien. En het water is hier net zo bruin als in de polder. Ik ga snel verkassen. 2 kansen binnen loopafstand. Al is het water hier ook bruin. Nou, op een stukje van 10 meter. Kijk, 4 aanbeten. De eerste was de hele beste. Bijna uitgedrild, schiet los. De tweede, schiet los. De derde was waarschijnlijk dezelfde als de tweede. Maar ik loop nog eens een keer 10 meter verder. En dan komt deze vis. Niet groot, maar wel leuk. Zeker op een dag als deze. Met dat vieze bruine water. Ik ben blij met alles. En deze gaat terug. Dat boefje, dat heeft de shit onthoofd. Nou, snel een nieuwe eraan in dezelfde kleur. Dat was het voorlopig weer. Het gouden uurtje heeft geen goud gebracht, wel 3 lossers en een troostprijsje. Al best lekker gevist. Ik ga nu pauzeren en wachten op betere tijden. Succes allemaal en tot ziens.